Goedemorgen, hoi hoi. Ik ben Diane van Otterlo, onafhankelijk stempen op demonstratrice in het mooie Gorinchem. En het is weer tijd voor de Donderdag Live. En voor vandaag konden jullie kiezen tussen Country Flowers en Thoughtful Expressions. En wat denk je? Het was ex aequo en dan mag ik kiezen. Ah. Ik laat zo zien welke het geworden is. Ik heb voor de kaart die we gaan maken ook de samengestelde basisvormenstansen gebruikt. Oftewel de Nested Essentials. En ik heb dan deze keer gebruikt. Hey jullie, goedemorgen. Hoi Mary. Dit is de kaart die we niet gaan maken. Dit is met de Thoughtful Expressions. En ik had gekozen voor de bloem. En een eenvoudige funfold vandaag. Hey Astrid, goedemorgen. En dit is de kaart die we wel gaan maken vandaag. Want ik wilde toch die country flowers laten zien. En hoe mooi dat combineert met dit countryside in de zendpapier. Dus, vandaar dat het deze geworden is vandaag. Goed, wat heb je nodig? Even alles erbij pakken. Een basiskaart in 14,5 bij 21. Hi Adrie, goedemorgen. En die ril je op 3 en op 10,5. Dus ik heb hier de maten ook nog even opgeschreven. Dus aan de lange kant ril je hem op 3 en op 10,5. En dan is dit eigenlijk wat je doet. Zo ga je hem vouwen. Hey Nelly, goedemorgen. Nou, dan heb ik een stukje dezempapier. Even nameten uit mijn hoofd, weet ik het natuurlijk niet meer. 7 bij 14. Het witte papier is even dezelfde maat. En dan 2 strookjes van 2,5 bij 14. Hi Inge, goedemorgen. En dan had ik deze 2 heb ik dus uitgestanst met die samengestelde basisvormen stansen. En deze in boho blue en deze in wit. Goed, dus dit is de kaart die ik net gevouwen heb. Hier komt het dezempapier. Kijken of ik er nog wat uit krijg. Gelukkig nog wel. Het lijkt alsof mijn flesjes altijd leeg zijn als ik ga filmen. Hoe zou dat nou komen? En dan komt aan deze kant, dus niet hier, maar aan deze kant, plakken we dit strookje dezempapier. Ik denk toch dat die nou echt op is hoor. Nou, ik krijg er toch nog wat uit. Dat is altijd, ik vind dat een sport om hem zo lang mogelijk door te gebruiken. Om bijna alles eruit te krijgen. Zo. Dan aan de binnenkant van de kaart komt dat witte stukje kaartkarton. Natuurlijk kan je daar ook nog leuk iets op stempelen als je dat leuk vindt. Ik heb het voor nu nog even niet gedaan, maar dat kan in dit geval altijd later nog. Dus aan deze kant ook met een klein randje zo rondom wat ongeveer gelijk is. En dan het laatste strookje dezempapier plakken we aan deze kant. Oh, hè, gelukkig Mary. Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Maar ja, dan zit je dus wel eens zo te tikken en te doen, hè. Zo. En die ook weer met een randje rondom. En dan ziet het er op deze manier uit. Hey Yvonne, hoi hoi. Deze moet je even opletten, hè, als je die opplakt. Dat je alleen in het midden lijm doet. Of even uitkijkt hier. Even uit mij meet. Op het oog, hè. Dat hoeft niet per se met de centimeter waar je hem wil hebben. Ik positioneer hier mijn vingers, daar wil ik hem tussen hebben.
Hey jullie, nou het gaat gelukkig wel vooruit. Ik kan al een groot deel van de dag zonder pijnstillers, dus ik ben tevreden. En vanmiddag mag ik weer naar de manueel therapeut en dan hoop ik dat hij me helemaal ervan afhelpt. Dat doet wel wonderen hoor, echt. Ja, ik ben gek op blauw hè, Yvonne, dat weet je. Maar Hilly, hoe is het met jou? Als je dat wil delen in de film natuurlijk, hè? Ja, ik maak hem ook echt leeg. Dat probeer ik wel, Nelly. Ja, dat is wel een soort uitdaging. Deze komt hier zo op, maar ik ga natuurlijk eerst even stempelen. Dus deze, de bloemenstempel. En die stempel ik met Memento zwart. En die komt zo erop. Voilà. Oh, mooi. Ik vind echt, elke keer als ik dan zo die stempel eraf haal, dan denk ik weer, oh, wat is dat leuk. Daar word ik echt vrolijk van. Dan heb ik mijn blends in de blauwtinten erbij gepakt. Dus ik heb Balmy Blue, Misty Moonlight en Boho Blue. We hebben ook nog Night of Navy, maar ik dacht dat wordt wellicht iets te donker. Dus daar ga ik mee kleuren. En omdat dit heel klein is, ga ik gewoon alleen kleur voor kleur werken en niet twee kleuren in één. Oké, jullie. Nou ja. Fijn te horen dat het verder aardig gaat, maar jammer dat je gisteren niet een goede dag had. Balmy Blue. Ik ga eerst met de blaadjes beginnen. En die heb ik dus de lichte kleur van Balmy Blue gemaakt. Ik wilde eerst groen doen, maar ik dacht ja, blaadjes zijn nou eenmaal groen. Maar ik dacht nee, ik ga alles lekker in de blauwtinten kleuren. Daar had ik zin in. En dat is het leuke. Oh, dit is geen blaadje. Oké, dan ga ik zo met de andere kleur overheen. Dat is niet erg. Want die worden donker. Zo. Dat is wel een blaadje. Zo. Even denken. Oh ja, dan zal ik hier die donkere Misty Moonlight voor die kleinere bloempjes gebruiken. Ja, gelukkig schijnt vandaag eindelijk weer het zonnetje. Het is hier nog mooi blauw. Ik hoop dat het nou eens zo blijft. Weer. We hebben wel weer aardig wat regen en wind gehad de laatste dagen. En hagel. En windstoten, jongen, jongen. Maar goed. Hey, hey Tony, hoi hoi. Hey Jeleen, gezellig. Nou ja, ik heb begrepen dat het nog niet zo heel warm is hier. Ik ben er zelf nog niet buiten geweest, maar... Even kijken. Oh ja, zie je hier? Had ik verkeerd gekleurd. Dan gaan we gauw overheen met de donkere. Ja, normaal zou ik twee kleuren, dus met de lichte en de donkere, door elkaar werken. Maar dat vind ik op die kleine bloemetjes echt een te groot priegelwerk. Ja, ik dacht ik ga eens gewoon helemaal bij het papier blijven. En echte kleuren uit het papier gebruiken. Dat leek me nou wel eens een keertje leuk. Ja, je moet toch wat. even denken. Ik had voor deze de donkere Boho Blue gebruikt. Zo. Oh, is het bij jou niet mooi?
En dat is vervelend. Ik ben blij dat hier het zonnetje vandaag weer een keertje schijnt. Dan ziet het er toch gelijk leuker uit allemaal. Zo. Nou, weer een bloempje af. Deze doe ik in Balmy Blue. Nee, dat doe ik deze. Wacht, zo. Balmy Blue, de donkere. En dan hier de lichte Misty Moonlight. Zo. Ja, ik ben echt ook dol op blauw. Daarom heb ik ook voor deze gekozen. Dan viel ik weer door de mand. Zo. Nou, en dan de laatste. Die doen we met de lichte boho. Misschien iets te weinig contrast met die. Maar ja. Ik kan niet alles hebben. En ze drogen nog wel lichter op hoor. Zo. En het laatste blaadje. Voilà. Nou, dat is toch leuk of niet? Ja, en die gaat dus hierop. En ik heb voor vandaag niet voor een tekst gekozen. Maar dat kan natuurlijk altijd nog, hè? Ja, nou dat was een beetje het idee, Inge. En dit papier gaat mee door, hè, in de nieuwe catalogus. Helemaal leuk. Ik denk toch dat die opgaat in dit filmpje, hoor. Nou, ik haal het toch net vandaag. Zo. En zo is de kaart voor vandaag klaar. Een eenvoudige funfold. Ja, je hebt gelijk. Ik heb het waarschijnlijk anders gedaan dan op het voorbeeld. Maar maakt niet uit, hè. Dat moet kunnen, toch? Ik heb het bij die ook andersom gedaan, zie je? Maakt niet uit. Leg die weg. Dan is het zo, is het. Ja, dit is echt... Ja, ik vind het ook heel mooi combineren met die bloemen. En deze bloemen allemaal. Vond ik echt... Ik dacht, ja, dat wil ik even laten zien. Dus vandaar deze kaart. Goed, dat was de kaart voor vandaag. Dan willen jullie natuurlijk weten... Wat we volgende week waar je uit kan kiezen. En dan heb ik mezelf weer een uitdaging gedaan. Dan gaan we met een tekststempel werken. En wel kun je kiezen tussen de fantastische felicitaties of de more wishes. En zo om 10 uur komt dus een foto van deze twee op de pagina. En dan kan je daaronder aangeven welke jouw voorkeur heeft. Ik ben benieuwd. Dan wil ik ook natuurlijk eventjes reclame maken. De stempelclub van mij, die zal zijn, even kijken op mijn speakbriefje hier naast me, op 13 mei. En dan gaan we met condoleancekaarten aan de slag. Ja, niet het leukste onderwerp natuurlijk. Maar ja, heb je helaas soms ook nodig. Dus ik dacht, daar gaan we een keertje stempelclub mee maken.
En je kunt je opgeven tot en met 4 mei. Stempelclub kost €12,50. En je kan kiezen voor online mee te doen of gezellig hier in Gorinchem bij mij thuis te komen. Dan heb ik natuurlijk ook een workshop bedacht. Die is op 14 mei en je kunt je ook daarvoor opgeven tot en met 4 mei. En de workshop kost €17,50 en doe je allebei de dingen. Dus zowel de stempelclub als de workshop. Dan krijg je €2,50 korting. Ik heb het nog niet helemaal afgewerkt, want ik wil er ook nog een leuk doosje om maken. Maar ik wilde jullie toch alvast even de indruk geven wat het wordt. We gaan een mini-album maken. Ik ga ook nog ander papier gebruiken waarschijnlijk, maar dat had ik nog niet binnen. Maar ik wilde toch iets kunnen laten zien. Dus dit is het idee. En die kan je dus leuk openzetten. En dan wordt het een soort sterrenvorm. Maar ik wil er dus ook nog een leuk doosje omheen bedenken. Maar dat moet ik nog even bedenken en maken. Maar daar was ik nog niet aan toegekomen. Je hebt soms dat het gewoon... Op dit moment heb ik echt dat ik gewoon niet in mijn ritme kan komen. En maar ik kan toch iets laten zien, gelukkig. Ik denk dat het dat was voor vandaag. Morgen doe ik weer mee met Instagram Monochromatic Instahop. Zo probeer het eruit te krijgen. En dan werken we met de kleur Daffodil Delight. Dat is echt een uitdaging. Maar ik denk dat het me weer gelukt is. Dus ik zou het leuk vinden als jullie komen kijken. En verder is het rustig deze week wat filmpjes betreft. Pas donderdag dus weer een filmpje van mij. Nou, dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!